Wel, op een bepaald ogenblik, in 1976, was ik commandant van 349 en werd ik aangeduid voor een cursus met Top Gun, met Top Gun instructeurs. En daar heb ik toch wel wat bijgeleerd. Dus in de aanwending van het vliegtuig, hè, dat was toen nog Starfighter, wij konden daar supersonisch manoeuvreren. En in feite de bedoeling van de Top Gun is, en ook van de agressors, van de United States Air Force, is van te leren de zwakheden van een tegenstander te exploiteren. En natuurlijk de eigen mogelijkheden kennende, kunt je die dan aanwenden om je tegenstander te verslaan in een luchtgevecht. En dat viel toch wel mee. De Starfighter in feite viel goed mee als je dat vliegtuig supersonisch kon manoeuvreren. Dus die accelereerde zeer goed in het transsonisch domein. Veel sneller dan gelijk welk ander vliegtuig. Gewoon door die vorm, die kleine vleugels enzovoort. En eens in dat domein kunt je even goed draaien en manoeuvreren zoals een ander vliegtuig. Daarbij kwam nog dat de air-to-air missiles veel performanter werden. Dus met andere woorden, men kon een luchtgevecht uitvoeren enkel zich baserende op het gebruik van missiles. In plaats van met het kanon te werken. Met een kanon moet je dicht bij een doel komen. Met een missile kun je die op een serieuze afstand afvuren. Dus dat is een ander domein en in feite is het ook veel veiliger als men op die manier begint te trainen, met training missiles natuurlijk, dan voelt je aan dat je in feite een veel groter luchtruim nodig hebt om het luchtgevecht uit te voeren. En je komt minder dicht bij elkaar, dus er is veel minder kans op een botsing in vlucht en op een manoeuvring. Seance zoals men dat heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Daar kwam het op neer van het vliegtuig zo kort mogelijk te manoeuvreren en uw tegenstander af te schieten met het boordkanon. In feite was dat een andere dimensie die we daar aangeleerd hebben. En dat proberen we dan ook te introduceren in Bovesje, onze fighter wing, tot de F-16 gekomen is. En dan schakelt men ineens over van een vliegtuig dat moeilijk te manoeuvreren is aan lage snelheid, tot een supervliegtuig dat zeer goed manoeuvreert aan lage snelheid. En ik herinner mij nog de eerste vlucht in Bovesje. Ik heb die gedaan samen met Jeff De Heijn, was onze eerste piloot op F-16. Ik was commandant van het 349. En de eerste keer dat een F-16 is opgestegen in Bovesje, dat was met ons twee aan boord, dat was een dubbelzitter. En we werden geïntercepteerd door de F-4's van Wildenraad. Dat waren onze collega's, ook fighter pilots, die ook een stand-by rol hadden en dergelijke meer. En in feite maakten we die belachelijk, hè, in het manoeuvreren. Dat gaf toch wel een goed gevoel, moet ik zeggen. Dan ineens, ik ben op de grond gekomen. Ik had al een paar vluchten gedaan op F-15, dat in feite een even gewaardige manoeuvreerbaarheid heeft als de F-16. Maar veel groter is, dus in feite niet zo goed in een luchtgevecht met kleinere vliegtuigen, omdat je veel vlugger zit. Ja. Dat is toch wel een nadeel. Maar toen ik op de grond gekomen ben na die vlucht met de Heinders, heb ik gezegd, we are the kings of the sky. Als je dat vergelijkt met F-104, ook met F-4, dat was een andere dimensie, dat was een andere generatie. En dat heeft zich dan doorgetrokken, maar spijtig genoeg, dat is een bijkomend effect. Dat is dat we opnieuw tegen elkaar in close combat begonnen te manoeuvreren. Met andere woorden, als je tegen een F-16 gaat of tegen een F-15 die een evenwaardige manoeuvreerbaarheid heeft, dan komt er weer op neer dat je dat zo dicht mogelijk bij je tegenstander komt en die tracht af te schieten met de gun. Gesimuleerd natuurlijk. En er zijn een paar ongevallen gebeurd. Botsingen in vlucht. Gewoon omdat het werkdomein te klein was. Dus het luchtvolume was te klein waarin we manoeuvreerden, omdat je natuurlijk een betere wendbaarheid had. En dan zijn er regels opgelegd om ten eerste meer aanvallen te doen met lucht-luchtraketten, air-to-air missiles, en dat te exploiteren, want als je afgeschoten bent met een
air-to-air missile, dan zet je ook dood. Hè? Dat telt ook. Maar in de fighter-jargon telde dat niet. Dat is kinderspel, met air-to-air missiles werken. Maar het is geen kinderspel als je vliegtuig wordt afgeschoten. Hè? Dus dat was de eerste prioriteit, air-to-air missiles beter gebruiken. En dan uiteindelijk, als de vliegtuigen te dicht bij elkaar kwamen, werd er een knock-it-off geannonceerd. Het wordt hier te gevaarlijk, we gaan niet door. Dat was in feite een maatregel om botsingen te vermijden in vlucht. Dus de eerste fase, F-16, is tamelijk moeilijk verlopen, omdat er die transitie was en een euforie om dat vliegtuig echt volledig te exploiteren in het lucht-lucht domein. Dat heeft een tijdje geduurd, maar nu is dat allemaal geëvolueerd tot een professioneel niveau. Tweede punt over F-16, waar ik toch wel de nadruk wil op leggen, dat is dat het een wapenplatform is. Hè. We kunnen dus 4 lucht-luchtraketten meenemen, die beter zijn dan die van vroeger. En daar zijn er nu bij die je dus infrarood lucht-lucht, die je dus frontaal kunt afvuren. Dat is al één belangrijk punt. Een tweede belangrijk punt is dat je de AMRAAM hebt, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, die je ook in slecht weer kunt afvuren. De infrarood missiles worden geleid door de infrarood uitstraling van het doel. Als je de AMRAAM gebruikt, dan kun je dat doen met behulp van de radar. Dus dan hoeft je het vliegtuig zelf niet visueel te zien. En dat is een enorme uitbreiding van het lucht-luchtpotentieel van onze luchtmacht trouwens. Nu, in luchtgrond hebben we getracht naar een evolutie te gaan om betere bewapening aan te kopen. We zijn begonnen nog met het oud wapenarsenaal dat we hadden op F-104, de Snake Eye-bommen enzovoort. Napalm, dat werd niet meer gebruikt. Maar er waren er nog andere bij, CBU's. Maar dat is dan geëvolueerd naar de smart weapons. Dus geleidelijk gaan. In een eerste stadium, dus optical guided. De eerste waren optical guided. Was niet zo goed, omdat het wapen zelf een contrastdiscriminatie moet doen tussen het doel en iets anders. De piloot moest dat wel richten, daar een kruisje op zetten enzovoort. Maar dat ging niet al te goed. Maar dan is het geëvolueerd naar laser-guided. Dus dat men met een laserbeam het doel kan belichten en het wapen gaat daar naartoe wanneer het afgevuurd wordt. En dan natuurlijk in het stadium nu, waar we nu zitten, is het GPS. Dus de piloot kan de coördinaten doorgeven aan de bom, die een eigen GPS aan boord heeft, en naar die coördinaten gaan. En die zijn zeer precies. Dus dat is de evolutie. En wat erbij komt ook, die bommen kunnen gebruikt worden van op grote hoogte. Dus het vliegtuig moet niet meer gaan evolueren binnen de rijkwijde van van de luchtdoelartillerie, want uiteindelijk is dat zeer gevaarlijk wanneer ze daar, ik weet niet hoeveel ton lood in de lucht pompen en hij vliegt daardoor, dan is dat levensgevaarlijk. Dus je kunt boven die enveloppen blijven van die luchtdoelartillerie en dan toch je aanval uitvoeren. Je moet natuurlijk liefst goed weer hebben, maar zelfs in marginale omstandigheden, als je de GPS-coördinaten van het doel hebt, dat is voldoende om een aanval uit te voeren van op 20.000 voet. Dat is wat ze nu doen en dat zijn de tactieken die ze nu toepassen. Dus veel beter, veel veiliger, zowel op gebied van luchtgrond als op gebied van lucht-lucht. En dat ziet men ook aan de ongevallencijfers.